Zit je weer klaar voor? Heb je voldoende energie? Dan gaan we van start over, hoe toepasselijk, een paragraaf over energie, namelijk elektrische energie. Let op. Eerst de energie. Nou, in een batterij zit energie en daar kun je dus verschillende dingen mee doen. Je kunt bijvoorbeeld een radio op laten afspelen. Je kunt het in zo'n konijntje doen en die huppelt dan lekker weg. Heel irritant overigens. Of je kunt bijvoorbeeld een zaklantaarn erop laten schijnen. Allemaal energie die uit de batterij komt, elektrische energie. Energie heeft natuurlijk ook een symbool en dat is wel makkelijk. Hoofdletter E is het symbool voor energie. De eenheid van energie is de hoofdletter J en die staat voor joule. Joule, ja, wat is joule? Nou, deze man die heet joule, hij is ook weer natuurkundige en daar is deze eenheid naar vernoemd. Maar wat betekent nou de energie joule? Wel, stel je voor, je hebt een pak suiker, 1 kilogram, en die staat op tafel van 1 meter hoogte. Als nu dat pak suiker naar beneden valt, 1 meter lang, 1 meter diep, of hoe je het ook maar mag noemen, dan zal er 10 joule aan energie vrijkomen. Dus dan heb je een beetje idee wat betekent als je een energie hebt van 1 joule. 1 joule betekent dus dat 100 gram naar beneden valt, 1 meter diep. Oké, dat is energie dus. Energie in joules. Vermogen heeft veel met die energie te maken. Vermogen is namelijk de hoeveelheid energie, niet in totaal, maar per seconde. Vermogen, eerst even het symbool. Hoofdletter P is symbool voor vermogen. Onthoud van het woord power. En de eenheid voor vermogen is de watt. En het is energie per seconde, dus je kunt vermogen berekenen met de energie in joules gedeeld door de tijd in seconden. En dan krijg je het vermogen in watt. Dus stel je voor, die konijn, die heeft in totaal bijvoorbeeld 5 seconden nodig om te verdwijnen. Gaat u maar. En daarvoor gebruikt hij 10 joule aan energie. Dat is vermogen dus 10 gedeeld door 5 is 2, dus het vermogen zou dan 2 watt zijn geweest. We gaan eventjes nog naar het vermogen kijken. Want vermogen is energie gedeeld door tijd, maar we weten ook dat de spanning was energie gedeeld door lading. En je ziet van, hé, die twee kan ik ongetwijfeld wel combineren. Immers, energie is dus dan spanning maal lading. En als ik nu die energie daar invul, dan krijg ik dat het vermogen is spanning maal lading gedeeld tijd. Dan denk je van, nou, is dat nou wel zo'n plezierige formule? Maar let op, maar kijk wat staat daar. Q gedeeld T, lading gedeeld tijd. En wat is lading gedeeld tijd? Denk even na. Dat is de stroomsterkte. Dus we kunnen nu voor vermogen ook opschrijven. Vermogen is spanning maal stroomsterkte. En wellicht komt deze formule je wel bekend voor. P is U maal I. Waarbij U de spanning in volt is, I de stroomsterkte in ampère, en dan krijg je weer het vermogen in watt. Even een voorbeeldje. Stel je voor, je hebt een Discman, een MP3 speler of een konijn, maakt niets uit, en daar zitten 2 batterijen in van 1,5 volt. Je wilt ze 2 minuten en 30 seconden aan het werk te laten. Ja, voor een Discman is het afspelen van geluid, maar voor de konijn is bijvoorbeeld dat hij 2 minuten en 30 seconden rondjes moet lopen. En dan is er een stroomsterkte van 57 mA aanwezig. De vraag is, hoeveel energie leveren de beide batterijen bij het afspelen van deze track of bij het laten lopen van het konijn? Noem maar wat. Oké, druk even op pauze. Probeer het eerst eventjes zelf te doen. Ik ga natuurlijk wel gewoon verder, maar druk zelf even op pauze.
We beginnen natuurlijk met, wat zijn de gegevens? Wel, ik heb 2 in serie geschakeld batterijen van 1,5 volt. Dat betekent dus in totaal 3 volt is de spanning. De stroomsterkte 57 milliampère. Maar je moet natuurlijk wel allemaal in de correcte eenheid doen. Hè? Dus 57 milliampère is 57.000ste ampère. Dus 0,057 ampère. En de tijd in seconden, dus 2 minuten en 30 seconden, is 2 keer 60 plus 30 is 150 seconden. En daarvoor moeten we de energie berekenen. Nou, vermogen was E gedeeld T, dus E is P maal T. De tijd, die weet ik, de tijd is 150 seconden, dus ik moet nog P weten. En P voor elektrische energie, die kan ik berekenen, want die is U keer I en daar weet ik alles van. Je vult voor U 3N, voor I 0,057 en je ziet dus dat je 0,171 watt nodig hebt. Dat combineer ik met de E is P keer T en je hebt een energie nodig van 26 joule in totaal. We gaan eens kijken naar een voorbeeld. We hebben hier een kabelhaspel en als je hele goede ogen hebt, zie je misschien wat hier staat. Maar anders zal ik het even verklappen. Hier staat dat bij maximale belasting de kabel volledig uitgerold moet worden. En dat is zo omdat de kabel anders hier binnen te warm wordt en dan wordt het helemaal één kleffe boel daarbinnen, wordt alles versmolten en krijg je kortsluiting. Stel je nu voor dat die hele kabel erbinnen een weerstand heeft van slechts 0,8 ohm. Dat is niet veel, maar het moet natuurlijk ook niet, want te veel weerstand betekent dat je alleen maar veel verlies hebt in die kabel. En dat wil je niet. Hoeveel vermogen komt er dan vrij als er 1,5 ampère doorheen loopt? Oftewel, is wat hier staat nu wel zo nodig? Oftewel, hoeveel vermogen komt er vrij? Nou, druk eerst eens op pauze om zelf het vermogen te berekenen als de weerstand 0,8 ohm is en de stroomsterkte 1,5 ampère. De oplossing volgt nu. Want vermogen kun je berekenen met U maal I. Maar ja, ik heb I wel, maar U nog niet. Maar gelukkig, daar is wel wat van op te doen, want voor U kan ik schrijven I maal R. Wet van Ohm, weet je nog? En dus I maal R maal I, dat is I kwadraat maal R. En nu kan ik alles gewoon invullen. Voor I 1,5, voor R 0,8, oftewel 1,5 keer 0,80 is 1,8 watt is vermogen. 1,8 joule per seconde. En dat is warmte. Warmte en daardoor kan het inderdaad wel eens gaan smelten. Belangrijk is dat je onthoudt, vermogen kun je ook berekenen met I kwadraat maal R. En dat wordt wel ral gedaan als je de warmte moet berekenen. Stel je voor, je hebt een lamp en je stopt daar wat energie in. Dan is het een logische volg dat zo'n lamp begint te branden. En dat is ook de bedoeling. Dat die licht geeft. Maar helaas geeft zo'n lamp ook warmte. En dat is niet zo leuk, want dat is energieverlies. En dat is rendement. Rendement geeft aan hoeveel procent van de energie die je erin stopt, nuttig wordt gebruikt. Rendement, het symbool lijkt op de letter N, kleine letter N, maar het is officieel de Griekse letter eta. En de eenheid, het is niet een echte eenheid, het is een percentage. En dat zie je ook wel als je naar de formule kijkt hoe je rendement kunt berekenen. Namelijk rendement is energie gedeeld door energie. Dus je deelt 2 gelijke dingen op elkaar. Betekent dus dat je geen eenheid overhoudt. Maar goed, even een klein voorbeeldje. Stel je voor, je stopt 250 joule energie in een lamp. En je meet eventjes erachteraan en het blijkt
dat er 50 joule aan lichtenergie vrijkomt, betekent dus dat 200 joule verlies is in warmte. Maar die 50 joule, dat is dus dan het hoeveelheid nuttig is. Wat is dan het rendement van deze lamp? Wel, je hebt 50 nuttig, je deelt door het totaal 250, even keer 100, en dan zie je dus dat 20% het rendement is. 20% van de energie die je erin stopt, ja, 20% van de 250 joule, wordt nuttig gebruikt. In plaats van energie kun je trouwens ook werken met vermogen. Want vermogen is energie per seconde. En als je dat boven en onder de deelstreep doet, dan maakt het niks uit. Dus je kunt ook met vermogens werken. Hoeveel vermogen stop je in de lamp? En hoeveel vermogen geeft de lamp terug? Wel, zo erg zal het wel niet met je zijn, maar het zit erop en je hebt nu wel een beetje rust verdiend. Het is je gegund. Tot ziens!